Hey, dit is dag nummer 2 van vloggen. Ik heb gisteren mijn eerste gefilmd, dus in de tijd dat ik deze film, hebben jullie de eerste nog niet gezien. Ik bezoek vandaag bij de Bali in Amsterdam een evenement, een dialoog over hokjesdenken en racisme. Ik ben benieuwd wat het gaat brengen. In het behalen van succes is voor mij heel belangrijk het bezoeken van evenementen, netwerken, zichtbaar zijn, mensen spreken, ideeën uitwisselen. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Ik ben aangekomen en ik ben binnen. Ik zit hier met Sammy en Esra. En zij horen bij de organisatie en ik heb ze aangeboden dat ze met mijn camera even gaan vloggen om te laten zien wat hier eigenlijk gebeurt. Dus ik geef de camera aan Esra. En Esra en Sammy gaan samen de vlog doen. Als je achter ons kijkt, zie je dat mensen met elkaar in gesprek zijn. Over een hacker doorbreken. Ze willen kijken hoe ze met elkaar heel eerlijk kunnen zijn. En dingen bespreken waar ze eigenlijk nooit thuis kunnen bespreken. Als je filmt, moet je naar het licht kijken. Hier, omdraaien. Is toch genoeg licht, jongen? Ik ben donker, jongen. Wat denk jij? Ja, maar nu is het nog donkerder. Zie je? Met een mooie achtergrond. Zie je dat? Mijn vlogs, waarom ik ze ben begonnen, heeft als thema op zoek naar succes. Dus ik ben op zoek naar kennis, naar mogelijkheden voor succes. Mm-hmm. Wat zou jouw advies zijn? Wat is voor jou cruciaal? Dat je zegt, hey, als allochtoon zijnde, George, heb jij dit nodig om succesvol te worden in Nederland? Je gaat editen, toch? Ik ga editen. Okay. Ik ga editen. Okay. Ik knip alles zo dat alles gewoon heel slecht lijkt. Ja. Succes begint wat mij betreft met confrontatie. Ja. Je moet echt niet bang zijn. Probeer uit je comfortzone te gaan. Durf dingen te doen, want heel veel mensen zijn bang. Laat je niet gek maken dat je te jong of te oud bent. Jij bepaalt wat je kan. Je kan het vaak aanvoelen, dus dat is wat ik zou zeggen. Vaak voel je het aan, ik moet dit doen, ik ga deze afspraak maken, of ik ga deze website beginnen, of ik ga deze artikel schrijven, of ik ga deze studie doen. Dus jij bepaalt wat je gaat doen. En de buitenwereld is er voor commentaar. En laat je niet daardoor gek maken. En belangrijk, best vooral koppig. Ik zie u als succesvol. U bent in de Tweede Kamer bezig. Mijn vraag aan u is, welke grote advies hebt u voor mij als allochtoon zijn om succesvol te worden in Nederland? Gewoon heel hard werken. Gewoon ervoor gaan, hard werken. Weten dat er heel veel obstakels op je pad komen. Mensen om je heen verzamelen. Echt een groep mensen om je heen verzamelen die je kan vertrouwen. Mm-hmm. Die jou feedback geven op dat wat je doet. Heldere doelen hebben, wat wil ik zelf. Verdiepen in zaken. Het komt niet vanzelf. Dus eigenlijk kennis. Op zoek gaan naar kennis. Niet alleen kennis. Dus enerzijds kennis opdoen. Jezelf de vraag stellen, waarom wil ik deze kennis opdoen? Wat is mijn doel met deze kennis? Want anders ga je ongericht kennis opdoen. Ja. Dus het is wel, heb een doel eerst. Dus eerst je doel. Vanuit je doel ga je kennis opdoen. Zorg voor de kritische massa om je heen. En dan bedoel ik niet heel veel mensen, maar echt kritische mensen. Die zeggen, je hebt dit goed gedaan, maar dat kon echt een stuk beter. Ik vind dat heel belangrijk. Eerlijkheid om je heen verzamelen. Je kan het niet alleen. Is ook helemaal niet belangrijk dat je het alleen zou moeten doen. Het leukste is om het samen te doen. Hallo mevrouw de autochtoon die zich allochtoon voelt. Heerlijk. Hoe allochtoon voel jij je? 50-50. Nee, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Het moet minimaal 80-20 zijn. Minimaal. Wat? Ja, dan pas hoor je bij ons. Oh, en anders niet. Okay. We kunnen er nog aan werken. 50-50 is een is goed nog begin. En jij? Ja, ik wil naar de ik, jij. Ja, maar dus of jij moet naar mij toe of ik naar jou toe. Dus hoeveel allochtoon voel jij je? Ik kan me goed identificeren met verschillende mensen. Ja? Ja, denk ik wel. Denk ja, ik dat wel. Is typisch allochtoon. Is dat zo? Ja. Dus bij deze, je bent geslaagd. Ik voel me gewoon wereldburger. Maar dus uiteindelijk zeg je, we moeten ons gewoon allemaal allochtoon voelen. Yes. Oké. Okay. Dus gewoon high five. We moeten ons allemaal hetzelfde voelen. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Okay. We moeten allemaal ons... Ik wil me graag hetzelfde voelen. Ja, en dat we ons allemaal overal en nergens thuis voelen. Ja. En samen voelen. Ja. En dat is precies allochtoon. Ja, nou, zo voel ik me wel. Nou, bij deze. Bij jou zit het 80-20 volgens mij goed. En bij jou groeit het nu. Een van de columnisten van Voorbeeld Allochtoon. We zijn inmiddels in Groningen aangekomen. Ik heb Kiza meegenomen. Kiza moest sowieso in Groningen zijn. Het event was goed, was geslaagd. We hebben goede discussies gehad over hokjes denken. Hekjes denken. Wat? Hekjes denken. Hekjes denken. Voor wie dat niet weet, is dat hekjes worden geplaatst tussen groepen in de samenleving. Hekjes denken is de volgende stap. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat Nederland meer verbonden wordt? En dat die hekjes
doorbreken worden. Daar ging het eigenlijk over. Oké, hoe kunnen we hekjes doorbreken? Dus als jullie daar een antwoord op hebben, laat het ons weten. Hoe kunnen we hekjes doorbreken? Yes, George, het is ongemakkelijk. Hè? Iedereen zit hier te kijken. Oh, dat maakt mij helemaal niks uit. Mensen mogen meedoen als ze willen. Oké. Okay. Daar zit een meneer die zit ons uit te lachen. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Ik wil je toch nog even wat vragen. Ja. En wat vind je van de naam voorbeeld allochtoon? Ik vind het echt geniaal. Ben jij voorbeeld autochtoon? Ik ben voorbeeld autochtoon, ja. Wil je heel graag een allochtoon zijn? Eigenlijk ben ik het wel, hè. Hoezo? Oh, okay. Ja. Mijn moeder komt uit Venezuela. Serieus? Kijk goed, mensen. Allochtonen zijn niet alleen maar donker of met donker haar. Het zijn ook gewoon jongens met blond haar en blanke huid. Sowieso. Dat zijn ook allochtonen. Ben jij ook allochtoon? Nee. Dan hoor je er niet bij. Nee. Sorry. Jammer. Sorry. Bedankt. Zeg je, wij doen altijd zo. Even. Zo. Jij ook? Liefde. Wij verspreiden liefde. Ja, we verspreiden liefde. Dankjewel. Hè. Hey. Succes. Fijne avond. Fijne avond. En de spontane ontmoeting met onze witte allochtonen, dat was leuk. Bij deze willen we dan ook de vlog gaan afsluiten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren. Ik weet nog steeds niet waar het is, maar jullie weten het wel. Abonneer voor meer video's. Wij zeggen tegen jullie, vergeet niet, verspreid liefde. Yes. Tot de volgende video. Verspreid liefde.